Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij de laatste openbare voorstelling van The Phantom of the Opera. Wij willen er met nadruk op wijzen dat het maken van beeld- en geluidsopnamen verboden is. Wij wensen u een bijzondere voorstelling. Dat nooit helemaal is opgelost. Ons is gezegd, dames en heren, dat dit de
De plaats heeft hem gerestaureerd en sommige gedeelten uitgerust met de bedrading van het nieuwe elektrische licht, zodat we weer een idee kunnen krijgen waaruit we kunnen zien in zijn herstelde vorm. Ja, geweldig geest, al vele jaren geleden, met de kleine.
balletmeesteres. Onder ons gezegd, monsieur Firmin, ik zal blij zijn als ik van de hele groep af ben. Ik vraag u nogmaals, monsieur, waarom vertrekt u nog eigenlijk? Wij zijn bijzonder trots op onze excellente balletten. Wie is dit meisje? Zij, meisje, de dochter van madame Chini. Veelbelovend danseresje met je. Veelbelovend. Ja, ja, Christine, daai. Concentreer je, nee. Daai, vreemde naam. Twee, familie van de virus. Ik geloof zijn dochter. Volgens mij altijd met haar hoofd in de wolken. Onvoorzichtig, heren. Deze kant op, alstublieft. Als er iemand was
dan was het geest. Het spijt me, signora. Dit zijn weer een van die dingen die bij het theater horen. De dingen die bij het theater horen. Die zijn er pas 5 minuten, dat weet u ervan. Zie, de dingen die bij het theater horen. Alle warming. 3 jaar lang hebben wij deze dingen gehad. En u. Liet u ze ophouden? Nee, nu weer. We kunnen beter. De dingen die bij de theater horen. Wel, als deze dingen niet ophouden, zal deze dingen niet meer bij de theater horen. Op Ado. Ah, zie. Aan jou. Verstaan. Amateur. Ik geloof niet dat ik u verder weer behulpzaam kan zijn, monsieur. Succes! Wat u mij nodig hebben, dat kunt u me bereiken in Monte Carlo. Ja, Carlotta komt heus wel goed over. Dank u dat acht, monsieur. Ik heb hier een boodschap, monsieur. Van het opera-spook. Kom hier, kunnen wij komen zitten? Hij heeft slechts welkom heten in de opera. Hij is dat loge weg. Vrij blijft voor zijn gebruik. En herinnert u aan achterstallig salaris? Zijn salaris? Monsieur de Buiten betaalde hem 20.000 francs per maand, monsieur. Misschien kunt u zich meer voorlopen met de burggraaf van Chagny als beschermer. Maar ik had niet voor deze mededeling zijn gedaan. Is de graaf vanavond bij de voorstelling, monsieur? Ja, in onze loge. Maar wie is de invaster voor deze rol? Er is geen invaster, monsieur. He? De productie is nieuw. Christine, zij zou er ook kunnen zingen, monsieur. Wie? Dat meisje uit het ballet? Ze heeft les bij een groot zanger. Oh. Oh nee, we vinden hij ook al op. Een mooie zaak zeggen uit van het huis en we moeten afzeggen. Laat haar u voorzingen, monsieur. Ze heeft een goede leerschool. Vanaf het begin van de aria, monsieur. Thank you.
zijn. En jullie? Jullie waren schandalig vanavond. Zo'n commande Jean, zo'n taalvis. Kom, arresteer. Nu. Vader zei altijd,
vader is dood trouwens. En de engel heeft me echt bezocht. Ja, ongetwijfeld. En nu gaan we gelukkig soeperen. Nee, want de engel is erg streng. Maak het heus niet te laat. Kleed je snel om ik ga hem tussen mijn moed twee zien. Lieve Lotte.
Yeah.
Ik dacht
goed van de kilometer. Maar dat maakt niet zo misbaar, pure kwamen. We hebben deze keer pure kwamen. Maar geen zangers meer. Maar buiten staat een lange rij. Jij hebt er ook een probleem. Omfrey, wat een charmante avond. Christine ontroerde tot en met. Nee, beslist dat kapot haar is. Overigens, wat komt de koor fantastisch en drastisch en gegrepen in ballet. Hier, en ik wil het graag verwijzen. Het salaris is nog niet betaald. Stuur het op naar het spookwasrestaurant. Maar Ozet, Ozet. Het is toch bezwaarlijk en gevaarlijk als je niet meer achting daalt. Deze bitter zet zal spruiten. Aan het generale brein. Onder de decompoes en de vriend van de rest. Oh, dit is echt een amusant nog. Hier, ik kan toch als een vriend. En dus vind ik dat salaris. Wat op waar is gesproken. En wat moest er nog vervolg in deze poging. Moet van een gestorven zijn. Maar wat wordt op waar? Zou het niet weten? U zit met liefde. Maar in u komt de spot met mijn lijf. Als dat waarom zit. Niet deze. Geen weet waarom. Dus niet die Chinezen. Weet u van niets? Dat zijn grapjes. Weet u dan niet meer wat u schrijft? En wat heb ik dan van liefde geschrijft? In angst om Christine meer, haar maestro haar Engels doet zijn vleugel om haar. Het is als ze hoopt haar ooit weer te zien. Als u het niet schreef, wie schreef dan wel? Morbidie! Waar komt het huis? Wat is er boven? Dat briefje mag mij zeggen hoe verstuurd. Dat u verstuurde? Geen zeg, ik was niets voor hen. Wie niet verstuurd? U bent bij de opera wat nu op zijn einde. Christine, daar is het vanavond als uw opa daar. Iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Mocht u zingen in haar plaats. De veel briefjes naar mijn mening. Wordt een beetje smakeloos. Ben nog steeds op de straat Christine thuis, maar. Waarmee sluit ik de vergadering? Dat gaat wel. Waar is zij op dit moment? Je haar bewust naar huis gestuurd. Best. Kunt spreken. Nee, monsieur, ze spreekt het niet van. Zien ze wel, zien ze niet. Hier heb ik een brief. Laat me lezen. Mijn heren. Ik heb u nu verschillende en mabere briefjes gestuurd met orders hoe mijn theater moet worden gerund. U hebt mijn instructies niet opgevolgd. Ik geef u één laatste kans. Christina is teruggekeerd. Haar carrière gaat op de vaart naar mijn zee. In de nieuwe versie van je woord speelt daarom de noten nu de rol van je. En Christine Daae krijgt de rol van gravin. Ik weet dat Christine straks al bewondering brengt. De taai, een zwijgende rol. Als Carlotta in een woord perfect. Ik zal de sponsoring volgen vanuit mijn vastgestoelde universiteit die vrijgehouden worden voor mij. Worden mijn begeerden. Dan voltrekt zich een ramp die zijn weerga niet kent. Hoogachtend verblijvend, mijn heren, uw dienstwillige dienaar, O.S. Zijn instructies. Ik moet het opdrukken van de page. De stomme rol.
ik in slaan, werd graal in ons heer. Hoe kunt u gaan verheerlijkt uw naam? Zie toch hoe zij u mijn jong bruid van overspel.
Ik ga niet weg, maar verberg me om haar te bespieden. Ha ha ha!
Jij zou moest streven en alles met
Holland. Het nieuwe jaar is goed begonnen, wel onder omstandigheden niet goed. Wat een feest, ben content, dat verkomt niet wel. Proost, monsieur, u kan goed voorspellen, de verstellend is één ding, maar is een stok.
zwijgt u nu, messier? Wacht u werkelijk, hij komt nooit meer terug. Miste u mij niet, messier? En ik schreef voor u een toren. De voltooide partituur door ons triomfen. Als u niet doet wat ik zeg, sta ik nergens meer voor in. Van de kroonluchter was slechts nog een begin. Instructies geef ik nu alvast voor door.
zien. Zie, dit is de melodie. Val je aan de planten mooi. Gaat u gang, zingt de pianist. Val je aan de planten mooi. Nee, bijna, maar niks. Val je aan Val je aan de planten mooi. We zijn dan hier, klinkt het allemaal vreemd. En dan voor het eerste muziek. Signor, zou ik dat durven zeggen in aanwezigheid van de componist? De componist is er niet hier. En dat is er wel. En daar zeker van, signor. Ja, kom nog een keer. Gaat u gauw, signor Piantina, de zevende bel. Vijf, zes, zeven. Val je aan de planten mooi.
worden. Gelukkig voor nooit van jou. Christine, Christine. Bravo, monsieur. Thank you.
Minster. Thank you.
Snelle komst, geef gevoel van groot geluk.
hij me de kool. Hij komt vannacht. En zie, mijn droom komt uit. Deze nacht kan niet meer stuk. Vrijheid, wat je ook wilt hebben, vrijheid. Waar ben je mij? Je vriend houdt mijn hartstochtelijk klein door. Ja, wat is dit nou? Uit liefde. Zeg dat ik zeg. Van uit liefde. Laat het me nooit los. De wereld moet mij ook afvragen. Christine, Christine, laat het mij haar harten te wel. Thank you.
Mens, kan je meer winnen?